De steden worden steeds rijker. Vijandige edelen hebben wel belangstelling voor die rijkdom. Daarom vallen ze met hun legers zo'n stad aan. Om zich te beschermen tegen deze vijanden bouwen de burgers zware muren om hun stad. In die muren bouwden ze poorten waardoor de mensen de stad in en uit konden. 'S Avonds op een afgesproken tijdstip luidde een klok. En dat was dan een teken dat die poorten werden afgesloten met enorme deuren en hekken. En vanaf dat moment kon dan niemand de stad meer in of uit. Vanaf de hoge torens kunnen stadswachters de hele omgeving in de gaten houden en aanvallers op tijd ontdekken. In de muren hebben ze schietgaten gemaakt. De burgers kunnen van hieruit met pijlen op de aanvallers schieten. Dat doen ze ook vanuit deze houten overkappingen. En als de pijlen niet afschrikwekkend genoeg zijn, gooien de stedelingen stenen, kokend water of gloeiend hete olie op de aanvallers. In de meeste middeleeuwse steden in Europa zijn die stadsmuren allang verdwenen. Want er kwamen kanonnen en die schoten zo, bam, die hele muur aan puin. Daar had je dus niks meer aan. Maar hier in Carcassonne kan je ze nog wel zien. En met die muren om de stad waren de mensen in de middeleeuwen echt veilig.